hebben er eentje extra bij gekregen. Ja, Bella is er. Dat zijn mijn sleutels. Hey. Ja, daar is ze helemaal aan het genieten. Jessen doet een dans. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 23 mei. De Janneke van Huisjeweld TV. Ik heb ontzettend haast. Ik vlog dagelijks met mezelf, de kinderen, gastkinderen en huisdieren. En we moeten heel erg opschieten. We zijn een beetje laat. Ik was bijna de vlog vergeten op te openen. Niet af te sluiten, te openen. Ik zie jullie later weer als ik de kinderen heb gehaald. Inmiddels is het spitsuur voorbij. Er liggen Rosa en Fleur in bed. Team op de Xbox. Daar rond deze keer niet van gastkinderen, maar bij Jessie. We hebben er eentje extra bij gekregen. Ja, en wat zitten jullie samen te doen? Star Stable. What else? Je mag voor mij ook wat dingetjes kopen als je dat maar eerst vraagt. Oh ja, iets vragen, hè, Jasmine? Ja, want... Niet zomaar het geld van Sanne besteden. Nee, maar in ieder geval niet met die blauwe bloedjes, maar dat gaat wel. Oh, wat een mooi paard heb je. Ja, ik had even een hele slome slak. Maar ja, Sanne heeft nog honger, dus ik ga nog even een broodje voor Sanne maken. Jasmine hoeft niet meer. Oh, Bella. Kijk, en Bella vindt haar ook heel erg lief. Ja. Oh. Nou, ik ga nog een broodje maken. Oh, hier hebben we Troy ook. Hi Troy, ook eten. Ja, en de keuken is een puinhoop. Maar ja, het is ook spitsuur natuurlijk. Oh, ja, zo. Wat gaan we doen? Mag ik ook zo? Wacht, kom op, we gaan naar buiten. Het is even een zootje ongeregeld hier. Alles tegelijk. Ook nog. Nou, het tasje is een beetje te klein voor alles wat ik mee wil nemen. Ik kan het wel vasthouden. Zo. Wat? Weet je? We doen gewoon een beetje zo. Mag ik ook stil? Zal ik een schoen tussen de deur doen, Janneke? Nee, laten we de deur maar dicht doen als er niemand in huis is. Sleutels moet ik mee. Bella is er. Wat zijn mijn sleutels? Ja, dan moet je dit aan mij vragen. Iemand is er nog. Gewoon hier. Michelle, nee, nee, Michelle is op school. Steven is werken. Huh? Ja, zijn er gewoon niet. Nou, let's go. We gaan naar buiten. Ik ben wel Bella. Doei doei. Ik vind hem wel. Oh oh. Oh nee, nou. Gezellig dit. Oh jee. Ja, de deur voor me open duwen? Ja, dankjewel. Ah. Altijd een gedoe om de wagen buiten te krijgen. Zo, grappig hè. Het team is daarachter. De waaghals. De pijn in zijn voet. Is hij aan het klimmen? Wil je Rosa erbij, Sanne? Daar kan ze in zitten. Liggen. Hangen. Wil je dat, Rosa? Ja? Wil je er wel in? 1, 2. Kijk, Rosa kan wel vooruit. Doe maar op een gewone schommel, denk ik. Nee, durf je dat? Maar nu niet. Ze is warm, hè? Nou, we gaan even wachten tot Sanne klaar is en dan gaat Roos even schommelen. Oké, het wordt spannend. Hé, wat heeft u geleerd van deze actie? Oké. Ja. Rosa, waar zit je in? Waar zit je in? Mijn voet doet pijn. Ah. Oh. Mooi, hè? Die schommelen. Hey, Fleur is er ook bij nu. Oké, klein zetje. Oei, nog een klein stukje. Oei! Oei! Ik wat bij de slaap. Ja, Roos is helemaal aan het genieten. Ja, Tim. Heb ik het gemist? Ik kom zo bij jou kijken. Ik kan Roos afhalen, want ze... Ja, ga ik doen. Dat hebben we even weer hier gedaan. Jesslyn vindt het wel heel leuk zo met Fleur samen. Fleur, vind je het wat? Wie zet je? Ja?
je, Fleur? Vliegen! Vliegen! Ze kijkt een klein beetje moeilijk nog. Ja? Ja, je bent hoog. Juf? Juf Janneke? Omdat je op een schoolplein bent zeker. Noem je mij juf? Ik mag niet springen. Oh, nee, dan gaat het hele ding bewegen, denk ik. We hebben een beetje schaduw gevonden. We gaan even drinken. Hoe lang zijn we al buiten? Al 10 minuten, hè? Ja, volgens mij wel. Dus dat. En we zijn weer onderweg. Dit keer deze brug omhoog. Yes! Mijn tweede boer! Sanne telt haar boeren. En Pokémon hebben we hier ook mee. Kijk. Janke, mag ik voor jou Pokémon vangen? Nee, dat gaat prima zo, hier in het tasje. Ondertussen de eieren eruit lopen. Komen die ook eens een keer uit. En daar is de speeltuin al daarachter. Oh, er zijn andere kinderen, dus ik denk niet dat ik kan filmen. Ja, Janka is een kindje. We gaan het zien. Janka is een kindje. Ja, ik zie het. We hebben hier een molshoop gevonden. Jesslyn en Sanne. Ze draaien rondjes en rondjes. Oké, kom mee. Tim en ik zitten hier. Hé Tim, je bent aan het wachten tot er een speeltoestel vrijkomt. Ik val bij me. Kijk, Janneke. Ja, ja, moet het vloggen. Ik moet het vloggen. Oké, ik draai jullie weer om. 1, 2. Oké, okay, yes. Wat doe jij nou met de mol? Wie heeft er op mijn kop gepoept? Zit daaronder. Oeh, hou je vast, hè? Ja. Jesslyn doet een dans. Jesslyn doet een hele grote dans. Verder kijken, ik zie je. Wacht, ik zoom even op je in. Wow, Tim. Ik ben nu nog even. En we moeten natuurlijk weer even chillen. Dat doen we hier op de bank. Het is onze chillbank. Naast de kinderwagen, die staat hier. Met de Fleur en Rosa erin. Zo even draaien, een beetje goed. Boe, 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 boe. Je zit je flesje op te eten. Aan de verkeerde kant. Oh, dus de verkeerde kant is verkeerd om. Zo moet die. Hij moet zo in je mondje. Had je verkeerd om, Fleur? Met zo. Oh, jee. Kom even hier zo vast. Oh, wat schattig. Ja, ze wil het zelf doen. Nee. Nee, Rosa niet. Dan moet ik even helpen zo. Waar zit die? Zit in het tasje. Even kijken. Deze grote? Ja, die is van Rosa. Ja. Oh. Sta je ergens in? Nee, het is gewoon één molshoop hier zo. En we hebben een hoedtoet gevangen. Yes. Oké, laat horen. Nou. Dan lukt het niet meer. Wacht even. Oh, dat voelt echt... Dit had ik op me, hè? Nee. Stop eens. Stop eens. Hoor dan, op een grasprietje. Janneke, het is alweer. Wow, op zo'n grasprietje. Samen. Wat knap. Samen moet ik erin. Wat goed, hè? Hoor je dat, Rosa? Het is alweer op me. Nou, hè, wat zijn ze vervelend, die twee. Op de stoep, kinders. Het is gevaarlijk op het fietspad. Die heb jij nog. Nou, wij lopen hier maar even door. Nee. Oh, wat geen avond. Die twee zijn grondig stenen. Ja. Echt, hè? Met die. Oké, ik heb er weer. Oh. Jullie zijn echt vervelend. Nee. Dit is taartje. Mag ik? Mag ik?
gelukkig zijn we buiten. Oh, ik een boefertuig heb ik bij me. Gelukkig zijn we bijna thuis. Ja, dat was ik. Oh, weer op je grasje? Ik ga jullie weer ophangen. Doei. Stoppen. Doei. Waar zijn de andere stokjes die ik net heb gedaan? Lekkere Roos. Fleur krijgt eten. Wat hebben we hier? Fleur even eten geven. En ik ben met de bezig. Oh ja. Doei. Sorry, het was even spitsuur net. Niet meer gevlogd nadat jullie ons buiten hebben gezien, meen ik. Ik weet het niet eens meer. Anyways, ik heb de kinderen natuurlijk naar huis gebracht. En ben weer aan het kleuren geslagen. En dit keer met kleurpotlood. Ik merk dat ik dat toch wel leuker vind. Omdat je meer in kleuren kan werken. Meer kleurnuances, blenden en dat soort dingen. Ik ben er totaal niet goed in. Maar best wel tevreden over mijn eerste resultaat. Het is nog niet klaar. Ik ga jullie het laten zien. Maar het is nog niet af. Dit is vast de eerste sneak peek van mijn gekleurde blaadjes. Best creatief, al zeg ik het zelf. Maar ja, nog lang niet klaar natuurlijk. En ik zie zulke mooie dingen voorbij komen op YouTube. Ik zit iedere keer filmpjes te kijken van hoe ze dat dan doen. En dan denk ik het te weten en dan wordt het toch nog totaal anders. Maar ja, dat is natuurlijk ook je eigen creativiteit die erin gaat zitten. Wat je zelf mooi vindt. En ja, weet je, wat ze maken, het is zo mooi. Als je dan die huidskleur ziet, het is net of ze dat poppetje helemaal op kunnen maken in een kleurplaat. Natuurlijk doen ze het al jaren en zo, maar het is zo knap, het is zo mooi. Nog even oefenen. Maar goed, ik ga de vlog afsluiten. Vond je hem leuk, doe dan een duimpje omhoog. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Slaap lekker voor straks en kijk je het in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei!